Burgemeester Cox, één stadswinkel voor de hele gemeente. Waarom is er specifiek voor dit stadsdeel gekozen? Nou, we hebben al, ik geloof meteen naar de herindeling is afgesproken dat we de dienstverlening binnen de gemeente Sittard-Geleen vanuit de gemeente uiteraard wilden concentreren hier in Geleen in het stadhuis. Dat is nog eens bevestigd in het coalitieprogramma van 2010-2014. En maart 2012 heeft de raad besloten om dit te realiseren. Dat betekent één stadswinkel, betekent dat iedereen daar hier in Geleen voor de diensten van de gemeente terecht kan. Weliswaar op afspraak uiteraard. Maar vervolgens, als je de zaak wilt afhalen, kan dat nog in Born en in Sittard gebeuren. Wat is het voordeel van één stadswinkel? Nou, het voordeel is allereerst, wij moesten toch investeren ook in de drie stadswinkels. Dus die in Born, in Sittard en in Geleen. Het voordeel is dat het nu geconcentreerd kan. Dat betekent dat we de kwaliteit meteen kunnen verhogen. Dit heeft, als je hier binnenkomt, dan denk je, wauw, we zitten hier inderdaad in een gemeente Sittard-Geleen. Geen dorp meer, maar een stad in ontwikkeling. Dat is het eerste. Een tweede voordeel is dat het personeel ook bij elkaar zit. En dat die, bijvoorbeeld de back-office activiteiten, ook met de toenemende eisen vanuit het Rijk, dat we het hier geconcentreerd kunnen doen. Wat dat betreft ook kwaliteitsverhoging. En de openingstijden, zijn die verlengd? Ja, de openingstijden overdag, uiteraard gedurende maandag tot en met vrijdag, altijd van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en donderdagavond tot 8 uur. Wel met de aantekening dat je van tevoren een afspraak moet maken. Dat is het voordeel dat je niet hoeft te wachten. Dus dat je altijd via internet of via de telefoon een afspraak kunt maken. Je hoeft niet te wachten, je wordt meteen geholpen. En wat dat betreft weet je ook wanneer je aan de beurt bent. Je hoeft niet te wachten op lange rijen zoals het vaker in de verschillende stadswinkels gebeurde in het verleden. Een rijbewijs aanvragen, een paspoort aanvragen, dat kan ik plannen. Maar geboorte en overlijden, dat is niet te plannen. Hoe zit het daar dan mee? En daar geldt in principe hetzelfde voor. Dus zoveel mogelijk proberen via internet of telefoon afspraken te maken. Mocht het zo zijn, en dat is de flexibiliteit die wij moeten betrachten, dat mensen toch vanwege blijdschap hier binnen kunnen lopen bij geboorte, dan worden ze uiteraard geholpen, maar dan loop je kans dat je een tijdje moet wachten. Heeft u al reacties van de inwoners van Sittard-Geleen en Born gekregen? Nee, ik nodig ze allemaal uit om hier te komen. Ik heb natuurlijk wel, de politieke discussie speelt weer altijd, of het heet politieke discussie. Zojuist officieel geopend met iemand die uit Sittard kwam en die vond het geweldig mooi. Dus wat dat betreft denk ik dat er vele kansen liggen voor mensen om hier goede kwaliteit te krijgen in een prachtig gebouw waar ik geweldig trots op ben. Het ziet er in ieder geval heel mooi uit en ik dank u daarbij voor dit gesprek. Graag gedaan en iedereen het beste wensen voor 2014.